Dames en heren, mag ik u verzoeken wat richting de plattegrond te komen in de vierde. Op dit gedenkwaardige moment van de dag dat wij het nieuwe stadhuis van Almelo officieel openen. Een mooi moment om bij stil te staan. Zo'n moment van feestelijke opening van zo'n stadhuis. Deze week staat in het teken van verleden, heden en toekomst. Met als centrale persoon in het verhaal Roos. En Roos, voor de Almeloers die de musical van Katoen en Nu gezien hebben, die kennen Roos. Ik sluit hier af. Ik neem de microfoon mee naar boven. Dank u wel. Dames en heren, wat geweldig dat u er allemaal bent. Vooral de jongens en meisjes die er zijn. Heel erg fijn dat jullie hier zijn. Dat is ook heel betekenisvol. Jullie hebben vanmiddag gedebatteerd. Dat ook geoefend op school. En vanmiddag aan ons laten zien hoe goed je kunt debatteren. Ik hoop op veel gesprekken. Veel inbreng vanuit de stad. En ga ervan uit dat dit nieuwe gebouw gaat werken als een open podium. Een open plek om te debatteren en aan te sluiten. Op die wijze, beste mensen, kunnen we met elkaar blijven bouwen aan het geluk van Almelo. Dan wil ik nu de kinderen vragen om mij te helpen bij de openingshandeling. Als we het doek niet laten zakken, maar omhoog trekken, wordt de tekst van artikel 1 van onze grondwet zichtbaar voor iedereen die het lezen wil. En ik hoop dat iedereen het lezen wil. Dank u wel.